Goeiedag vrijdag, dat betekent een nieuwe 30-daagse trendverwachting. Wat zijn de trends in het weer de komende vier weken? Ja. De lente is meteorologisch gezien al begonnen. We krijgen al heel veel mooie foto's vanuit de natuur. Jonggrut wat tot leven is gekomen zoals op deze foto. Ja en krijgen die ook een beetje mooi weer. Dat is natuurlijk de grote vraag. De afgelopen periode was het allemaal wat aan de wisselvallige kant. Dit weekend kent bijvoorbeeld ook weer twee gezichten. Zaterdag ziet er best aardig uit, maar de zondag die brengt dan weer wat regen. En ook volgende week krijgen we te maken met een ja over het algemeen vaak westelijke circulatie. En dat betekent dat het af en toe behoorlijk wisselvallig kan zijn. Er kan regen overtrekken, maar er zijn ook best hele aardige dagen. In het gfs model is dat ook best wel goed te zien. Hoe ziet dat er in de pluim uit voor de komende twee weken? Nou, temperaturen over het algemeen toch vaak wel iets boven normaal hoor. De temperaturen die ligt wat hoger dan wat gebruikelijk is. We zien dat ook vooral in de nachttemperaturen terug. De vorstkansen die lijken steeds kleiner te worden. Hoewel. Niet volgende week, maar die week erop zien we weer wat weer de kans op vorst toenemen. Voorzichtig is dat weliswaar, en dat heeft te maken met het feit dat er misschien wel wat signalen zijn dat een hoge drukgebied wat dominanter gaat worden. Wat de maximumtemperaturen betreft voor volgende week, nou die zitten dan over het algemeen zo rond de 15 graden, en dat is zacht, want gebruikelijker in deze tijd van het jaar is zo'n 11 graden in de middag en begin april is dat zo rond de 13 graden. Dus die temperaturen die liggen duidelijk wat hoger. Neerslagkansen dan eventjes bekijken voor de de komende twee weken. Mooi om te zien dat grote verschil voor komend week Einde, Zaterdag een vrijwel droge dag. Zondag die kletsnatte dag. En dan de periode daarna. Dan zien we toch wel dat er wat dagen zijn dat het ook wel nat kan worden. Maar wel dus met die wat hogere temperaturen. We gaan een sprongetje maken. De pluim die is dan voor de komende twee weken. En we gaan nu verder kijken vanaf 25 maart, laatste week van deze maand. Wat zien we dan voor drukverdeling? Nou, een luchtdrukafwijking waarbij er wat meer hoge druk is in het noorden terwijl de lage druk zich wat meer hier boven het zuidwesten van Europa bevindt en die luchtdrukverdeling die zorgt er in ieder geval voor dat je toch wat zachtere lucht krijgt vanuit het zuiden maar dat het weerbeeld nog steeds wel wat wisselvallig kan zijn. Zachtere lucht, dat komt hier mooi tot uiting. Rode kleuren boven Europa. Eigenlijk wel in heel Europa zien we dat het daar wat warmer is dan gebruikelijk. In Nederland kan dat verschil oplopen naar zo'n 1 tot 3 graden in die periode 25 maart tot 1 april. Wat doet die luchtdrukafwijking dan verder? Nou, 1 april. Tot en met 8 april zien we eigenlijk nog steeds hetzelfde beeld. Maar het contrast wordt wel minder groot. Toch nog steeds wel hoge druk in het noorden. Of tenminste, de luchtdrukafwijking in het noorden die is wat hoger. En in het zuiden juist wat lager. En als je naar een normale luchtdrukafwijking gaat kijken. dan is de luchtdruk in Europa in het noorden juist wat lager. en in het zuiden wat hoger. En nu wordt dat wat genivileerd. En dat betekent dat die luchtdrukverschillen kleiner worden. En dat eigenlijk dan ook het weerbeeld veel moeilijker wordt om te bepalen op deze termijn. Want ja, wat gaat er dan uiteindelijk winnen? Komt er toch een hoge drukgebied? Komt er een lage drukgebied? Waar komen ze precies te liggen? Als die luchtdrukafwijking uh, klein is, dan, uh, ja, dan kunnen de weersomstandigheden. Echt grote verschillen laten zien. Wat in ieder geval wel vrij duidelijk is, is dat kou echt niet aan de orde is. We houden die zachte lucht boven Europa, ook 1 april tot 8 april. Laat duidelijk rode tinten zien boven onze omgeving. Dan komen we ook uit, natuurlijk in de maand april. En wat is dan interessant van de maand april, dat dat feitelijk de droogste maand is, klimatologisch gezien, in ons land. Met een gemiddelde hoeveelheid neerslag van zo'n 41 milli. Meter. Zomermaanden, dan valt er over het algemeen weer wat meer neerslag... en dat heeft natuurlijk alles te maken met zomerse buien... die in korte tijd veel neerslag kunnen brengen. Maar de lente, dat is over het algemeen een wat droger seizoen... en april is dan de echte uitschieter. Als we naar neerslagafwijkingen kijken voor de periode 1 april, 8 april, dan zien we ook boven Nederland eigenlijk geen afwijking van betekenis. Wat wel heel duidelijk is, is dat die lage druk in het zuidwesten van Europa mogelijk voor wat natter weer gaat zorgen. De grens overigens ligt wel heel dichtbij. Hè. Op deze termijn zou dat zomer ook misschien wat dichterbij kunnen komen. Maar aan de andere kant, als hoge druk wat dominanter juist gaat worden, dan wordt die neerslag wat meer naar het zuiden gedrukt. En zitten we dus met die vrij normale omstandigheden als het gaat om neerslag. Nog even naar de luchtdrukafwijking 8 april, 15 april. Dat is de laatste week zeg maar, van deze periode. En dan zien we nog steeds hetzelfde beeld: iets wat hogere druk in het noorden en iets wat lagere druk in het zuiden. Maar die afwijkingen die zijn niet groot. En dat betekent dat de onzekerheid dus ook heel groot is. Er zijn geen dominante drugsystemen op deze termijn te voorzien. Wat we wel zien, want we hebben natuurlijk al een zeer zachte februari gehad. En deze maand is ook weer zachter dan normaal, is dat de natuur al flink op gang aan het komen is. En met name boompollen komen meer en meer in de lucht. De Els en de Hazelaar, dat zijn al pollen die dat zijn al bomen die bloeien en waar de pollen duidelijk van merkbaar zijn. Maar begin april... Kunnen we denk ik ook al heel snel rekening gaan houden met berkenpollen en beukenpollen en met name berkenpollen. Die kunnen zeer hinderlijk zijn voor mensen die daar een allergie voor hebben. Want dat, zijn, uh, ja, dat is een sterk allergeen pol. Dat hebben we dus ook eventjes hier geschetst, de pollenverwachting. Grassen en kruiden, dat is nog niet echt aan de orde. Maar boompollen, die kunnen dus best wel hinderlijk zijn. En er zijn er ook redelijk veel te verwachten in de komende tijd. Nou, gaan we de boel samenvatten. Dan denk ik dat we de komende twee weken toch een vrij zacht en wisselvallig weerbeeld nog zullen hebben. De natuur, die komt heel duidelijk op gang. Maar kijken we naar week drie en vier... Dan is er toch nog wel heel veel onzekerheid. Krijgen we te maken met een mooi hoge drukgebied dat voor rustig weer gaat zorgen? Of blijft die westcirculatie toch een beetje doorzijpelen en blijft het weerbeeld wisselvallig? Dat is gewoon moeilijk aan te geven. Daarvoor zijn de kaarten te onbetrouwbaar. Kortom, onzekerheid door die vlakke drukverdeling die er wordt verwacht later in de periode. Fijne dag.